Hey, Bart Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl en welkom bij deze Word-training. In deze video geef je papier een heel vet tof kleurtje, of twee, of drie. Check de hele training op MaakIetsMedia.nl Word. Wit is ook maar wit. Hoe krijg je het voor elkaar dat deze bladzijden een mooi kleurtje krijgen? Daarvoor moet je zijn bij ontwerpen. Bij ontwerpen hier in het lint. En dan helemaal aan de rechterkant vind je hier pagina kleur. En als je op pagina kleur klikt, dan krijg je hier dus uh, allerlei kleurtjes. Hartstikke dikke, prima. Zit die kleur die je wil er niet tussen, dan klik je hier op meer kleuren. Dan krijg je hier een kleurenpalet. Maar zit jouw kleur die je wil er nog steeds niet tussen, dan kan je hier op aangepast klikken. En dan krijg je hier dus alle kleuren van de regen. Boog en hier hoe donker of hoe licht dat is. Maar hey, klein beetje kleurtheorie. Bleh. Maar goed, rood, groen en blauw, daar bestaan kleuren eigenlijk uit. En hier kan je dus zelfs een exact getal intypen en op die manier precies die kleur krijgen die je wil. Dat kan ook met één code en dat is een hexadecimale code. Wat? Nou, ik zou oké, oké, ik laat het heel eventjes zien. Ik zit hier eventjes in en uh, Pixeler. Ik heb hier mijn logo ingegooid en dan kan ik hier met een kleurenpikker bijvoorbeeld exact dit kleurtje pakken, deze kleur blauw. En hier zie je dus ook rood 80, groen 227 en blauw 194. En die kan je in Word precies overtypen en dan heb je dus ook precies die kleur. Maar het kan ook, dan moet ik drie keer overtypen, wat een werk. Je kan dan ook deze code in één keer kopiëren. Dus ik heb hem nu geselecteerd, ik druk op Ctrl C. En dan ga ik weer terug naar Word. En dan gooi ik deze code weg. En doe ik hier Ctrl V. En dan druk ik op OK. En dan heb ik dus exact die kleur te pakken. Nou, eh, het zou ook heel handig zijn als eh, zo'n kleuren pipet, zeg maar. Eh, Word zo'n kleuren pipet hier zou hebben. Heeft hij niet. Dus dan moet je het maar eventjes zo doen. PowerPoint overigens geloof ik wel. Nou, eh, ik hoor je al denken: leuk, één kleur. Eh, ik wil een kleurenovergang. overgang. Kan dat ook? Nou ja, dat kan, maar ik kan het je niet echt aanraden. Ik laat je eerst zien dat het kan. Ik heb hier paginakleur en dan vind je hier ook opvul effecten. En bij opvul effecten krijg je dit schermpje en kun je kiezen voor een kleur, een kleurovergang, een bitmap-patroon, een, uh, een patroon of zelfs een afbeelding als achtergrond. Nou, bij kleurovergang kan je bijvoorbeeld kiezen voor twee kleuren. En doe ik hier bijvoorbeeld uh, kleur 2, bijvoorbeeld uh, paars. Heb ik, oh het is wel heftig. Dit twee kleuren: horizontaal, verticaal, diagonaal of iets dergelijks. Kun je daarvoor kiezen? Ik doe bijvoorbeeld uh, deze. En dan heb ik hier dus deze kleurovergang. Maar wat ik wel heel erg merk, vooral als je gaat in- en uitzoomen, dat hij de hele tijd verspringt. Het is niet zo dat die overgang. Uh, gefixt blijft op de pagina. Het verspringt de hele tijd. Als ik zo doe, denk je: oké, okay, het is wel een geinig overgang. Maar als ik dan inzoom, dan pakt hij dat weer niet. Dus ja, eigenlijk weet ik nooit hoe iemand anders, stel je voor, ik stuur dit. Deze opdracht heb ik super met 20 gedaan en ik ga hem opsturen naar mijn docent. En de docent kijkt en die kijkt: Oh, wat een lelijke gekleurde balk. zegt een lage cijfer. <laughs> nee, ja, het kan wel dus de kleuren overgangen, maar ik vind het super lelijk en het komt er nooit goed uit. Dus ik zou zeggen: Niet doen, daar zijn andere oplossingen voor in andere tools.